Ja, en bedankt maar weer. Goedenavond. Vanavond in het Lagerhuis weer een spannend debat. En ik ga het in onze intellectuele arena vanavond opnemen tegen een authentieke Australische app-original. Daar zit hij. Een geduchte tegenstander, heb ik me laten vertellen. En ik ga met deze man in debat over de toenemende individualisering van de westerse samenleving enerzijds, tegenover het collectivistische levensgevoel dat wij in extreem primitieve samenlevingen helaas nog maar al te vaak aantreffen anderzijds. Zo, het lastigste gedeelte van het debat zit er denk ik wel weer op. Meneer de Aboriginal, stel nou eens, en dan zou ik het langzamerhand wel heel plezierig vinden als u mij één keertje uit liet spreken. Stel nou eens, u bent de oorspronkelijke bewoner van een van de aan bodemschatten allerrijkste continenten van deze aardbol. En u krijgt 40.000 jaar de tijd om daar iets moois van te maken. Wat zou u dan doen? Dat zal ik u vertellen. U doet helemaal niks. U gaat op uw dode akkertje met uw ebbenhouten billen in het zand zitten wachten. Tot in de zomer van 1770 kapitein James Cook helemaal uit Engeland moet komen varen op een houten zeilboot. Om dat land van nu in nog geen 200 jaar tijd klaar te stomen voor de Olympische Spelen van Sydney in het jaar 2000. En wat is uw bijdrage aan al dat moois? Dat zal ik u vertellen. Uw bijdrage heeft strakjes alles bij elkaar bestaan. Uit 40.000 jaar lang wanhopig getoeter op een holle houten pijp. Die klinkt alsof er een doodzieke eend in klem zit. Die er maar wat graag weer eens uit wil. En nou u weer. Maar eerst ik, want dit is dan wel een discussieprogramma. Maar het is gelukkig nog altijd wel mijn discussieprogramma. En als u hier blijft weigeren om antwoord te geven op mijn vragen, dan slaat u de bodem onder het format van ons programma vandaan. U weigert zich ook maar een seconde te verdiepen in de spelregels van het westerse debat. Wat moet ik daar nou mee? Dat zal ik u vertellen wat ik daarmee moet. Daar kan ik maar één conclusie uit trekken. En dat ga ik doen ook. U bent uzelf niet of al die jaren nooit geweest. U bent een schoenmaker op het verkeerde feest. U bent een cowboy op het verkeerde beest. Zo, ik denk dat ik het hem nou wel in heb gepeperd. Volgende week weer zo'n spannend debat. Dan ga ik twee zelf ingenomen Eskimo's de oren wassen. Dit was het Lagerhuis. Lager konden we niet. Goedenavond.